Wat ga ik nu jullie tonen? Dus hoe powerful dat EasySharp is. De EasySharp Multi heeft ook nieuw metaal. Dus het metaal van ZCC. Prachtig. Een speciale samenstelling. Natuurlijk. Dus om je een idee te geven hoe powerful. Dus ik zou je wel een raad geven. Doe dat niet bij jou thuis. Natuurlijk, ja, ik kan het niet laten om toch jullie te tonen wat en hoe moet je te werk gaan. Dus kijk, ik ga dat mes hier volledig bot maken. Kijk, ik ga nog kappen geven. Dus het idee, ik heb nu dat mes totaal om zeep geholpen. Dus om je maar een idee te geven hoe powerful dat EasySharp Multi is. Ja? Kijk, als ik nu, ik heb nu echt dom gedaan. Dus ik kan gewoon mezelf niet meer snijden in dat papier. Dus pluk niet. Ja, oh, toch wel een beetje. Dus ik ben bezig met te scheuren. Ja? Kijk, ik kan nog kappen bijgeven om zeker te zijn en dat geloofwaardig overkomt. Kijk, hoe ga ik nu eerst te werk gaan? Dus, ik ga eerst op de rug een aantal keren schrapen. Dus hier geef ik wel een lichte druk, omdat ik vooruit wil gaan. Dus, en ik ga een aantal keren die beweging doen. Ja, dus ik ga hem draaien. Ik doe het een andere richting. Dus ik neem metaal weg. Ik ga weer. Dus ik neem metaal weg. Ja. Dus als ik nu de controle doe, ik zie aan dat hij hier nog een klein beetje blinkt, dus ik moet nog een beetje doen. Dus niet iedereen doet eigenlijk dom van op een ijzer te snijden. Dus ik moet die flanken weer aanpassen. Ja. Dus weer een beetje metaal afnemen. Dus ik kijk weer op de snede, zie ik dat hij niet meer blinkt, dan ga ik zeer lichtjes metaal afnemen. Dus hier ga ik wel ietsje sneller, maar ik geef zeker geen druk meer. Tot wanneer dat ik voel dat hij overal gelijk, dat hij hier overal gelijk. Dus hier lichtjes, hier lichtjes, hier lichtjes. En nu de volgende stap, wat ga ik doen? Ik ga gewoon weer dat stukje papier nemen en weer laten gaan. Kijk, zo eenvoudig is dat om een mes weer te laten snijden. Kijk, als ik hier doe, kijk, hij is vertrokken. Ik kan weer beginnen snijden. Het kan zo eenvoudig zijn om een mes weer aan de praat te krijgen. Dus ik vind dat hij nog ietsje te ruw is. Ik kan nog een aantal keer zeer lichtjes erover gaan. En dus zeker, ik druk zeker niet aan. Dus ik laat er gewoon erover gaan. En de andere richting. Dus hier, als ik nog een keer ga proberen. Voilà, kijk, dat is nu veel beter. Dus in het begin een beetje harder drukken. Tot wanneer dat je weer te sneden hebt. En daarna fijn afwerken. Zeer lichtjes erover gaan. En je bent vertrokken, kun je weer beginnen snijden. Tussen haakjes, hier de punt snijdt ook, ja. Dus door het feit van dat ik eerst op de rug gedaan heb, heb ik een klein beetje flanken gebouwd op de rug daar. Dus op het uiteinde is dat weer fijner gekomen. Dus 1, 2, 3 is dat weer scherp. Dus van een tafelmes. Hoe ga ik te werk? Dus je gaat zo snijden. Dus het is dat stukje dat je nodig hebt te doen. Dus hoe ga ik ermee beginnen? Een aantal keren zo. Dus weer uiteraard, ik neem hem, mijn duim recht over mijn wijsvinger. Ik moet wel dus meskant kiezen. En ik ben vertrokken dus enkel waar dat ik nodig heb. Een aantal keren een andere richting. Dus nu is het wel belachelijk. Ik ben nu al een aantal keren erover geweest. Ook voorzien van
demonstraties enzovoort. Dus ik zou je een goede raad geven. Ga niet te veel erover. Kijk, dat mes hier snijdt gewoon echt perfect. Dus een biefstuk geeft geen kans. Maar als er kinderen zijn aan tafel, die kinderen gaan zich pijn doen, kwetsen daarmee. Of iemand die gaat helpen de schotels wassen, die gaat zich pijn doen met dat mes. En denk eraan, ik heb hier geen krassen getrokken op dat mes. Het is onmogelijk, ik heb een veetje. Dus met dat veetje, je kunt onmogelijk hier krassen trekken op dat mes. Natuurlijk, als je nu zo'n mes hebt, dat is weer hetzelfde. En dus hier zijn er kleine tandjes, dat is maar decoratie. Want dat mes hier, dus een stekmes, zonder die tandjes ga je dat mes nooit niet kopen. Dus dat geeft een look, een scherpe look. Nu, als je altijd op een bord snijdt, je snijdt nooit die door je bord. Dat wil zeggen, de snede gaat weg. Dus, hoe zou ik weer doen? Dus je kiest, kijk hier heb ik schaar, dus ik moet wel draaien. Ik heb hier mes. Mijn vingers erin, mijn duim recht over mijn wijsvinger. En dat is eigenlijk de wegwijze. Dus een aantal keren zo. Je draait een aantal keren zo. En dus ik zou doen tot wanneer dat scherp is. Hè. Kijk hier, van dat mes hier, dat is wel een scherp mes. En dus is niet, ga wellicht perfect snijden. Maar kijk, als ik nu de snede naar beneden. Zie je dat? Nu gaat dat niet meer gaan. Kijk, we hebben trokken. Ik kan nu niet meer snijden daarmee. Ja? Dus, hoe ga ik het doen? Dus, ik neem meskant. Dus, mijn duim recht over mijn wijsvinger. Voilà, en dan draag ik hier zo erover. Dus, ik mag niet hard drukken, want die tandjes gaan mij meteen houden. Ja? Dus, hier een aantal keren erover. Dus een aantal keren zo, tot wanneer dat je ziet dat het niet meer blinkt. Dus een controle doen, het blinkt nog een klein beetje, maar ik kan al beginnen een test maken. Voilà, daar wat ook ik alweer beginnen snijden daarmee. Dus hoe meer dat ik erover ga gaan, hoe fijner dat gaat komen. Het is aan jullie om maar eens te weten van, als dat te fijn is, wat gaat dat doen op dat bord? Misschien lijntjes trekken, ik kan nooit niet weten. Maar de snede gaat weer rap. Verdwijnen. Dus het gaat weer afronden. En zeer snel, omdat het te fijn is. Dus ik zou niet te veel afnemen. Dus ik zou het juist scherp genoeg maken en niet overdrijven. Wat ik ook zou willen tonen, je ziet dat er hier allemaal metaal afgaat. Dus hier, ik heb al een handspak metaal afgedaan. Ik wil dat misschien nog even tonen. Hier, ik heb een aantal messen. Kijk, als ik nu zo'n mes heb. Dus, als ik nu hard ga drukken. Dus, ik ga hard drukken. Zie ik metaal eraf gaan? Dat is nu staal. Zie je? Dus, ik heb hier verschrikkelijk veel metaal afgedaan. Denk eraan, dat metaal is weg van een mes. Komt niet meer terug. Dus, soms is dat niet echt nodig. En dus, hier van die machette, wat heb je nodig? Dat is enkel dat stukje te doen. Dus hoe zou ik je zeggen, van, je gaat eerst een aantal keren zo. Dus het kan maar zo gemakkelijk zijn. Dus een kort eind. Je draait en je doet een aantal keren zo hier. Een kort eind. En dus op een gegeven moment ga je een zeer fijne snede hebben. En je neemt altijd een bladje papier als je dat wilt doen. Je ziet, het is wel zeer ruw. Hè? Nu. Oké, dat dient niet om een busstukje te snijden, maar wel met te slaan. Dus hij gaat kappen krijgen. Daarmee moet je in twee richtingen doen. Dus kijk, als ik nu zeer lichtjes weer ga afwerken, dus zeer lichtjes. Hè. Je gaat het zelfs verschil doen in dat papier. Dus zeer lichtjes zo. Dus ik wil het ook zelfs dat dat veel scherper is. En daarna, als ik ga gaan, zie ik dat het wel goed is om veel beter te snijden. Ja. Alhoewel dat er nog altijd veel kappen erop zijn, maar dat dient om te kappen natuurlijk. Heb je nu een ander type mes? Zo, van de slagers.
Dus dat metaal is weg van die machette. Hè? Zie je dat? Kijk, als ik nu een slagersmes heb en ik doe weer hetzelfde. Dus bij jou thuis doet dat niet te veel, want het is weg. Maar aan de andere kant, als je mes totaal bot is, ik zie je moeilijk gedurende een halve dag zitten scherpen, zeer lichtjes. Dan doe je wel een beetje harder. Hè? Maar zorg ervoor dat je niet wringt met het apparaat. En dus ik zet mijn duim recht over mijn wijsvinger. Dan kan ik absoluut geen problemen zoeken met mijn scherper. Kijk, ik ben een paar keren erover geweest. Zie je het metaal? Dus het is weg van mijn mes. Dus eigenlijk de juiste werkwijze. Ik ga het nog een keer tonen. Zo, zo. Ik ga zo een aantal keren erover. Dus ik schraap, ik schraap, ik schraap. En hier een aantal keren. Ja. Veronderstel dat je veel de punt gebruikt. Uiteraard ga je eerst op de punt werken. En daarna de juiste bewerking doen. Dus als ik weer de bladje papier neem. Hij hapert niet. Hij snijdt en gaan en hij snijdt en terugkeren. Dan is dat gewoon weg perfect. Alhoewel, ik moet wel toegeven, het is geen mes van grote waarde. Natuurlijk, een mes is goed als hij snijdt. Snijdt hij niet, het mag nog het beste mes zijn ter wereld. Als hij niet snijdt, snijdt het niet. Dan doet het niet. Ja? Heb je een hakmes, dat is weer hetzelfde. Kijk, dan weer die. En dus, het blijft niet altijd gelijk. Voilà, ik ben weer betrokken. Zie je het metaal eraf gaan? Dat is een echte easy shark. Met een ander scherper ga je waarschijnlijk dat niet kunnen doen. Ja. Zeker niet van die mooie namaak, van die goedkope mooie namaak. Zie je, een aantal keren zo. Een aantal keren zo. Dus dat is eigenlijk het idee. Dus in het begin heb ik een beetje harder gedrukt als ik laat. Hier is vertrokken, ik kan het snijden in twee richtingen. Het is wel hier nog een kapje op. Dus wat ga ik doen? Nog een klein beetje erover. Ja, er moeten maar twee messen tegen elkaar komen en heb een kapje. Ik zou zeggen, verwerk het. Want als je het niet doet en ga je jezelf pijn doen met dat mes, dan trek je je vlees kapot. Dat duurt te lang tegen dat dat genezen is. En je hebt dan een serieuze litteken. Dat is eigenlijk zo een beetje zo het idee. Misschien een ander bekend mes. Dat is, ik kan geen naam noemen. Kijk hier. Het is nog altijd dat metaal die weg is van die bijl. Kijk, dat is nu een high carbon mes. Dus, weer zo nemen. Mijn duim recht over mijn wijsvinger. Kijk, om je te tonen hoe dat de powerful is. Kijk, als ik nu een beetje harder erover ga. Enkel maar een idee, voilà, het is al zoveel metaal die eraf gegaan is. Hè? Dus hier, hè? Dus ik kan maar plezier hebben om metaal af te nemen. Maar denk eraan, het is weg van dat mes. Dus de juiste dingen, dan een aantal keer zo. Maar voordat ik ga starten, ga ik dat doen. Dus ik draai, ik ga een aantal keren zo. Dus je ziet dat ik niet hard druk. En hij gaat ook een beetje metaal afnemen. Hè? Dus, maar niet belangen, niet zoveel. Want als je hard drukt, dus dat je te hard drukt. En je moet die beweging doen. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat in het metaal gaan, maar je trekt. Dus je vergeet te duwen. Dan gaat hij weer uit. En dan ga je zo tandjes bouwen op je mes. Dus dat mag je zeker niet doen. Dus je moet eigenlijk lichtjes overgaan. Om een zeer mooie snede te hebben. En doe je dat niet, en doe je altijd hard. Bij omduren je messen gaan allemaal echt getande messen gezien worden. Kijk, ik ben vertrokken. Ik kan weer beginnen snijden. Dat is wel echt een plezier. Kijk, hij hapert gewoon weg niet. Dus dat is een plezier hè, om een scherp mes terug te hebben. Als je goed kijkt, ik heb nog altijd geen krassen op dat mes. En dus. Dat is eigenlijk eenvoud zelf om te scherpen. Heb je nu, om buiten te werken, heb je nu zo'n mes? Want al wat dat sneden heeft, is een mes. Dus wat ga ik doen? Dus weer mes nemen, dus de andere kant schaar.
Dus hier, door die beweging, dus, we hebben het allemaal begrepen al. Ik ga zo een aantal keer doen. Ik draai. Ik ga zo een aantal keer doen. Denk eraan. Weer draaien. Als ze niet meer brengt, dan weet je dat het scherp is. Dat is de spelregel. En je moet op een mes gelijk wat, dat je nu dat gebruikt, of een steen, of gelijk wat. Als mes snijdt, is al zeer goed. En als je de zijkant niet beschadigd hebt met de steen, of met, dus als ze nog altijd zeer proper lijkt, dan ga je altijd waarde hechten aan je mes. Heb je diepe krassen erin, en bij je mes ga je ook gebruiken als schroevendraaier, want het heeft geen enkele waarde meer. Ik geef maar een idee. Koop je een nieuwe auto, dan ga je dat 2-3 keren per dag misschien een keer aan kuisen. Vanaf dat er iemand een lijn trekt in die auto, en jij komt en je ziet dat er daar een lijn op is, die auto heeft geen enkele waarde meer. Ja, dus je gaat hem niet meer kuisen zoals dat je in het begin gedaan hebt. Dus je ziet, een metaal die eraf gaat, het is weg van al mijn messen. Misschien een laatste, om te tonen aan de bekende bijl. Nu, van een bijl, wat moet je weten? Dus je hakt dan, dus je slaat ermee. Dus als je het moet scherpen, te steken, dat je eigenlijk te veel dom mee gedaan hebt, dat dit niet meer doet. Dus ik zou zeggen, pak een beetje schuurpapier op een stukje hout en wrijf het gewoon weg, volledig gladdig. Dus hier en zo. Maar zorg ervoor dat je toch geen pijn doet. En dus met schuurpapier. En dan, één keer dat je schoon gladdig hebt gedaan, en neem ik weer dus de mest in, je gaat zo een aantal keer erover. Zie je dat? En daarna gedraaid weer zo weer. Oei. Ja. Zo een aantal keer erover. Dat is mijn kleine extra. Hij is te veel in en uit geweest. Dus je hebt geen goed meer om erin te blijven. Dat gebeurt ook. Hè? Dus normaal gezien die extra die op de grond ingevallen is. De extra. Ik zou zeggen, steek hem in een schuif of zet hem op een plaats waar dat je zeker weet dat je hem kunt terugvinden. Ja. Dus hier van de bijl, dus ik ga hier nog een klein beetje fijn afwerken. Dus hier nog een klein beetje fijn afwerken. Dus wil ik een bufstukje mee snijden, dan gaat hij een bufstukje snijden. Maar je ziet, dat zijn kapjes erop. Dat toch niet echt, maar toch wel. Dus die kappen, dat is gewoon weg. Ja. Heb ik hier een nagel mee, dan heb je een kap, sowieso. Ik wilde je toch nog even waarschuwen voor twee verschillende zaken. Zoals dat hier en dat hier. Dus een rondmes. Dat zijn twee moeilijke zaken te doen. Ik ga maar eerst beginnen met deze. Veronderstel dat je nu gaat beginnen schrapen. Ik neem het zo vast. Dus je gaat in twee richtingen schrapen. Zo een aantal keer, dus je neemt wel mes. Je gaat zo een aantal keren. Je draait, je gaat zo een aantal keren. Ja. En dan doe je de volgende. En ik kan je zeggen, in het kortste ga je in het ziekenhuis terechtkomen. Want dat gaat zeer scherp zijn. En hoe ga je het vastpakken? Als je het zo vastneemt, ga je pijn doen daarmee. Dus ik zou je een goede raad geven. Dat is, neem je beste vriend, misbruik hem. Dus ik ga hem zo zetten, voilà, kijk, volledig dat ik dat mes volledig weggestoken heb. Ja? En dan, dus, ik heb het hier weggestoken, dus wat ga ik doen? Ik kan nu beginnen schrapen, dus ik ga een aantal keren zo de beweging doen. Ik draai en ik ga een aantal keren die beweging doen. En dan weer tot wanneer dat niet meer blinkt. En dus als het niet meer blinkt, dan weet je dat dat scherp is. Anders dan voelt het een keer aan en dan ga je het ook wel dus loodrecht op de snede. Dus zeker nooit dat doen, want dan ga je zien dat het rood is die eruit komt. Nu, als je draait, weer, en dus je beschermen, en dat is van zeer groot belang. Heb je nu een andere type mes om brood te snijden, dat is van een halsnijder. Wat moet je weten? Dat is een mes die draait in één richting. Dus je moet maar in één richting schrapen. En je moet schrapen in tegenovergestelde richting dat dit draait. Dus
Ik zou moeten zeggen, van kijk, je moet de tandjes naar jou laten kijken en zo erover gaan. Ja? Maar, ik zou je een goede raad geven, maak een merkteken, neem een kleur of zoiets, maak een merkteken. En misbruik weer je beste vriend, zie je? Dus ik zet het zo. Dus dat mes draait zo, dus ik ga zo schrapen. Dus je ziet, de tandjes naar mij toe. Dus hier ga je de dingen mes nemen, de kant mes nemen. Dus ik zet weer zo erop, ik ben vertrokken, ik ga zo een aantal keren schrapen. Je draait een beetje, zo een aantal keren. Ik zou zeggen, doe 5 keren, telkens 5 keren. Ja? En als je zo 1 tour gedaan hebt, doe nog een keer een tour, want je kunt nooit niet weten dat je een tandje gemist hebt met een klein beetje te draaien. Dus het zou zeer jammer zijn, dat tandje gaat nog je brood kapot trekken. Dus ik zou zeggen, doe nog een keer een tour. En dan, als je dan 2 toeren gedaan hebt, dan is dat nog niet gedaan. Als je zo gaat voelen, dus zo, dan ga je voelen dat er dan onzuiverheden op zijn. Ja, dat is door het feit van dat hij sprong van tandje naar tandje. Dus, dat ga je opeten als je daar geen aandacht aan schenkt. Dus je moet dat terug in je machine steken, we zeggen een half centimeter. Je laat hem draaien, je pakt de wortel en je laat hem gewoon weg een beetje glijden in die wortel. En als je ziet aan die wortel dat er daar geen grijs meer aan is, dan moet je al praktisch zeker zijn dat er daar niks meer is aan dat mes om op te eten. Dus en dan, natuurlijk moet je wegsmijten wat je gesneden hebt.